Ik ben vandaag in Heerlen. Ik ga kijken hoe het is om een pleeggezin te zijn. Ik heb afgesproken met een vrouw die al 9 jaar lang een kind in huis heeft. Ik ga kijken hoe dat gaat. Kijk mee. In sa'altum an ilahi, fa huwa rahmanun rahim. Hoe lang heeft u al een kind in huis? 9 jaar. 9 jaar? Ja. En hoe is dat? Zwaar? Is dat moeilijk? Hoe is dat? Nee, is niet moeilijk. Nee? Nee, helemaal niet. Het is heel mooi eigenlijk. Ziet u hem echt als uw eigen kind een beetje? Of, Jazeker. Ja? Hij is mijn eigen kind. Ja? Jazeker. Gaat gewoon een weekend bij haar moeder. Mm-hmm. Alleen hij is altijd bij mij. Dus maandag tot vrijdag is hij hier. En het weekend gaat hij naar zijn biologische ouders. Ja. Hoe loer je het hebben vino? En mijn madrines hier ben. Maar je dus hier ben een camera? De financiën bijvoorbeeld. Is het niet duur om een kind te hebben in huis? Ja, zeker duur. Alleen, eigenlijk krijg ik ook vergoeding van hem. Als andere ouders die denken van, we hebben een gezin en een kind zou wel kunnen erbij. Maar die schrikken, die denken van, hoe kom ik aan het geld? Weet je, ik heb het al zwaar genoeg met mijn eigen kinderen. Mm. Weet je, de vergoeding die is er. Ja? Ruim voldoende? Jawel. Ja? Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van, ik zit in de sociale dienst of ik heb een uitkering, wat dan ook. En als ik zo'n kind erbij krijg, dan gaat het ten koste van mijn uitkering of iets dergelijks. Klopt dat? Nee, klopt niet. Niet? Dus stel je voor, je hebt een uitkering, je krijgt nog een bedrag voor dat kind. Dat gaat niet van jouw uitkering af? Nee, helemaal niet. Niet? Het is apart van kind. Het geld is gewoon besteed voor kind. Dus of je nou uitkering hebt of niet, het bedrag wat je krijgt mag je gewoon aan het kind besteden. Het heeft niks met jouw uitkering te maken. Nee, niks. Blijft hij gewoon... Het kind is natuurlijk hier niet voor zijn lol. Er zijn problemen met zijn echte ouders, toch? Ja, achtermoeder, ja. Oké. Okay. Stel je voor dat de situatie verbetert bij zijn moeder en het gaat weer goed. Moet hij dan weer terug naar zijn moeder? Ja. Ja? Ja, gaat gewoon weer terug naar moeder, ja. Dus het is niet zo van dat jullie het kind adopteren of dat het hier altijd is? Nee. Nee? En dan kijken ze naar de situatie weer van zijn echte moeder en als ze zien van het kind kan weer terug, dan gaat hij gewoon... Ja? Ja, gaat gewoon terug naar moeder. Is dat niet zwaar? Want jullie zijn maar... Wel voor mij, ja. Je bent helemaal gewend geraakt aan het kind. Zeker, hij is, ik dacht gewoon is mijn kind. Zie je de moeder van jouw pleegkind, zie je die nog? Ja, altijd. Ja? Ja, heb ik heel goed contact mee. Goede band mee? Ja, heel goede band mee. Misschien, waar is die misschien? Gelel? Gelel, bezef. كاينه هاد المشكله اللي دابا كاينه المسلمين والدين قلال هاد الاولاد المسلمين فين كيمشيو هذيك اللي المشكله ما عارفين كيمشيو كيتعلموا واش مساكن الدين كيمشي للجامع كنعلمو كيفاش رمضان والعيد وكل شيء زعما كل شيء كندير الحمد لله اما كيحس بان راه بحال عنده عائله بحال عنده كندير كل شيء اللي بحال عنده كيحس انه في دارهم ماشي الدراري المغاربه اللي كيمشيو عند عائلات هولنديين ما كياخذوش دابا هاد الشيء داكشي ما كاينش علاش اختو كاينه عند الهولنديين كتاكل حلوف وكل شيء بحال اللي كيديروا الهولنديين كديروا البنت هي اختو الكبيره كتمشي عند الهولنديين وهو كيمشي عند ساكنه عند الهولنديين عندها 15 عام البنت عندها 15 عام خصها تعلم ما عارفه حتى كلمه العربيه والو كاع غير الهولنديه والو كتفهم والو ملي كتجي عندنا ما كتفهم والو الوالدين المغاربه اللي باللي كيتفرجوا دابا واش تقدر تعطيهم شي نصيحه باش حتى هما يديروا بليغ صرف نتمنى زعما يكونوا مسلمين يديروا هاد بليغ يديروا بليغ اودرس حتى هما ما يضيعوش ولاد المغاربه ولاد المسلمين الا كانوا المسلمين ياخذوهم في البيت ديالهم ويحلوا فيهم وياخذوهم بحال ولادهم كدس ها كنت هي نوغ ان هاوس سام ميت ياو ام نوغ ان دوختر يا En noem maar iets, stel je voor als hij niet wil slapen of hij doet irritant, gewoon net als een normaal kind van jou zou doen. Ja, ja. Ben je dan ook gewoon streng en ben je dan ook gewoon... Ja, normaal, ja. Moet ook, hè. Ja. Moet hij ook één keer streng, dan moet hij straffen. Maar heb je niet het gevoel dat het je kind niet is, dat je dan denkt van, ja, nee, zo maar dit nee, dan... Nee. Mag zo je trappen, lala. Mag zo je een geleem, ik kon met de lala kijken. Hij is 9 jaar, dus hij houdt van auto's, zie ik. Ik zie een gitaar. Ja, hij houdt van gitaar, hij wil spelen. Oké, okay, wat is. Wat als ik hier iets mee zou nemen? Ik zou het pikken van hem, wat zou die gelijk merken? Ja, die auto, die gele auto. Die groene? Die groene, die grote? Nee, die kleine. Deze auto? Ja, deze. Ja, dus als ik deze stiekem meeneem, dan wordt hij helemaal gek als hij dadelijk thuis komt. Ja, hij houdt van die auto, heel erg. Niemand mag hier aankomen. Nee, ja? Als ik een kind zou hebben en leg van de leester door omstandigheden moet hij naar een pleeggezin, dan wil ik wel dat hij bij islamitische ouders terechtkomt. En ik kan me niet voorstellen dat alle medemoslims met mij dit niet willen. Dus kom op, moslimouders, geef je op. Geef die kinderen ook gewoon een kans om in een normaal gezin mee te draaien.
المبين وحوى نور المبين. If you ask me